Welkom bij Wie is de Mol? Hier is een korte uitleg van hoe het werkt. Er zijn twee types spelers. Je hebt normale spelers die in de laatste kamer een goldblok moeten plaatsen op de endstone om te winnen. En de mol, die in de laatste kamer een diamond blok moet plaatsen op de endstone om te winnen. Elke kamer die heeft zijn eigen regels en opdracht die de groep of een enkeling moet voltooien om verder te komen. Alles kan en alles mag, behalve bloks breken. De mol die weet natuurlijk dat hij de mol is. En spelers die weten dat ze spelers zijn. Maar dit weten ze niet van elkaar. Gaat het de mol lukken om als eerste een diamond blok te plaatsen? Of winnen de andere spelers door samen te werken? Je ziet het bij Wie is de Mol? Kamer 1. Wacht 10 minuten en leer je medespelers kennen. Na deze 10 minuten gaan de deuren open en elke speler moet een deur kiezen. Slechts één deur aan de andere kant is open. Deze persoon bepaalt welke 4 andere deuren opengaan en welke enkele deur voor altijd dicht blijft. Mooi. Ik pak kist 1. Ik pak kist 5. Ik pak kist 6. 4. 2. Yay, en ik heb een goldblok. Ik heb een ladder. Ik heb een diamond. Ik heb ook een ladder. Ik heb brood. Wie laat je ladder even zien? Ah. Ik heb een ladder. Kijk. Ik heb een potion, jongens. van fire resistance. Oh. Ik wou eigenlijk niet zeggen dat ik een ladder heb, maar ik had hem al in mijn hand. Ik denk dat het heel handig van pas gaat komen, dit. Even voor mijn beeldvorming. Kijk, met wie hebben we hier te maken? Want ik zie hier in Sonja 365. En die zit wat mij betreft een beetje lang als een kist te rommelen. Ik wil niet flauw doen, maar... Nee, nou, dan zeg je wat, Arjan. Heb jij een ladder? Ik heb geen ladder. Je hebt geen ladder? Nee. Wat heb je dan wel? Ik heb wel een goldblok en een sign. Kijk. Aha. Laat je goldblokken zien, want ik bedoel, kijk, goldblok. Die heb ik ook. Goldblok. Dan is de kans al kleiner dat je een mol bent, zeg maar. Arjan? Waar is jouw goldblok? Ja. Hey. Oh, we hebben allemaal een goldblok. Holy, wat is dit? Oké, okay, dat helpt dus niet. Goed, nee, dat was geen goed punt. Maar heeft iemand anders wel een sign? Want jij had wel een sign. Nope. Oeh. Geef je nou je goldblok weg? Serieus, gooi je dat nou weg? Ik denk niet dat dat zo slim is. Al wel, als hij een mol is, is dat wel echt zo'n molactie, want hij heeft hem toch niet. Heeft hij hem opgepakt? Ja. Heb je hem nog? Of, Nee, ik heb geen goldblok nu. Iemand heeft hem opgepakt. Heeft hem. Ik heb hem niet. Zal dan Paul of Ilko. Paul of Ilko zijn, nee, ik denk Paul. Ik heb één goldblok, dat is weer ik. Ilko. Je kunt me vertrouwen op mijn mooie... Ik zag niet wie hem oppakte, eerlijk gezegd. Oké. Dat wordt interessant, dan ben je... Ik heb een kist, hier ligt een kist en daar zat dit in. Ik heb armor. Oh. En ik heb 5 steek, dus die ga ik even helemaal onder jullie verdelen. Dan ga ik ook even scannen hier, want dan zal er misschien wel meer zijn. Ja, ik ga nu ergens neergooien hier, dus ik zie wel wie hem oppakt. Lijkt wel Sinterklaas. Wat gooi je neer? Nou, steek. Dus pak jullie maar op. Ik had er maar 5 en ik had er één van mezelf, dus wie dit niet heeft, helaas. Even kijken, er zat ook armor in, hè? Ja, dat heb ik nu aan. Wil je die ook delen? Ja, nou hier, chain, chestplate. Wie wil er boots? Ik wil wel boots. Je bent echt vet fabulous. Dankjewel, man. Awesome. Ik was wel benieuwd of je het ging delen, want dat is wel een teken dat je zeg maar niet de mol bent, waarschijnlijk. Nou, ik ben op zich redelijk gul, dus ik deel wel gewoon, hoor. Zo ben ik dus als je deelt, dan ben je niet de mol. Nou, het is meer dat je zeg maar... Je bent gul, je kunt juist ook overly aardig zijn, juist omdat je vrienden wil maken als mol zijnde. Ja, maar dan ga je niet je armor delen, dan ga je voedsel delen. Jij hebt helemaal niks meer, armor misschien juist ook, juist omdat je het zegt. Arjan, ik heb beide gedeeld. Ik heb voedsel en armor gedeeld, dus... Maar jongens... We hebben nu ladders, we hebben gouden blokken, en we hebben steaks en een bordje. En een potion. Wat hebben we nog meer? Een sign. Ik heb dus ook zo'n potion op fire resistance. En ik heb een bread. Dan kom je nu mee, Joris. Dat had ik net al gezegd. Die potion nog niet? Dat brood? Had ik net al gezegd. Hier kan ik nog brood had ik als eerste gezegd. Okay. Nee, die potion heb je nog helemaal niet gezegd. Potion had ik gezegd toen Colin dat ook zei. Oh, nee, dat zeg je echt net pas. Ik had hem zelfs in mijn handen net. Dude, had je dat kunnen zien, je stond tegenover me. Ik heb mijn gouden blok net weg moeten leggen trouwens. Ik heb probeer mijn gouden blok weggegooid. Ik was hier... Heb je hem weggelegd, serieus? Als je hier komt kijken... Wat heb je gedaan? Ik was in het gat gevallen. Toen moest je eruit komen door... Precies, dus ik heb nu geen gouden blok meer. Ja. Oké, dus...
Waarom zou je dat nou weer doen? Inderdaad, waarom doe je dat? Ik zat vast in het gouden blok. Ja, maar ik kwam er toch niet meer uit. Ik kwam er toch niet meer uit. Dat klinkt heel erg als een molactie in mijn oren. Ik vind het echt zonde dit. Dat is wel een beetje verdacht. Ja, een beetje, Mark. Ja, een beetje inderdaad. Als je die had gebruikt om het gat uit te komen, dan had ik het helemaal verdacht gevonden. Ja, dat zeker. Maar ik zie... Ja, ik zie verder niet. Hoeveel hebben we nu in totaal? Jij hebt er één, ik heb er één en wie dan meer? Ik heb er ook één. Ik niet. Ilko. Ah, drie tellen ze. Ja. Oké. Okay. Moet iemand die niet even verzamelen? Ja, geef maar aan mij. Oh ja, trouwens, voor de. voor de duidelijkheid. Ja. Dit is een splash potion of fire resistance. We moeten even allemaal op een hoopje gaan starten. Ik zie van hebben dus. Ik heb er nog één. Meerdere mensen mee helpen. Ja. Oké, nice. Hé, maar jongens, zal ik even die ladders verzamelen dan? Als jij zelf één iemand neer te leggen. Waarom wil jij de ladders verzamelen? Kunnen we ze niet van beter even vast houden? Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat eigenlijk Arjan de meest vertrouwelijkste persoon is. Hij is de oudste. Dat is dus echt niet. Het feit dat Ilko Paul niet vertrouwt, zorgt ervoor dat ik Ilko mijn ladder geef. Alsjeblieft, jongen. Pak hem dan zelf erop? Nee, jij hebt hem. Oké. Paul, ik vertrouw toe aan Ilko. Even gewoon op afstand. Even, ik pak hem even. Ilko. Ik heb hem niet hoor. Hier, heb je mijn ladder. Maar dan moet ik je wel kunnen vertrouwen. Die is hem opgepakt. Even, ik heb hem niet. Maar ik pak hem niet op. Arjan. Ik heb alleen maar ik stond helemaal aan de andere kant, dus ik kan hem niet eens hebben. Jawel, je hebt hem wel opgepakt. Jongens, kom op. Dude, wie pakt dat ding op? Ik heb hem echt niet. Ja, ik hou hem altijd nu bij me. Daarom zei ik ook, hou hem bij, want hij is nu dus Fuji. Hij was voor Ilko, jij stond niet in de buurt. Ilko had hem op moeten pakken, automatisch. Ja, oh, daar is hij. Wacht, alsjeblieft. Nu heb ik hem. Maar even, hou hem hier, hou hem bij. Ja, hou even allemaal je stuff gewoon bij je, voordat we het weer kwijt zijn. Ja, we kunnen niets vertrouwen daar. Geef het nou gewoon serieus terug aan mij? Nou, prima. Ja. Ik vind het goed hoor. Ja, ik vind het heel lief dat ik hem kijk, maar... Arjan? Ik hoop dat je me nu ook iets meer vertrouwen mij teruggeeft. Wat zeg je? Vertrouw je mij alleen? Ja. Met een bord? Echt? Waarom? Ik heb gewoon een bord. Het is niet heel handig dit. Nee. We moeten natuurlijk niet iemand alle spullen gaan geven. Dat is helemaal niet handig, hè? Nee, straks het Arjan gehoord is wel dadelijk mol zijn. Dat zou helemaal kut zijn als hij dan alle spullen heeft. Geef alles maar vast aan mij dan. Want als de mol straks Arjan killt, wat dan? Ja, maar dan de mol weet nu wie alles heeft. Ja, dat is ook dus dat is ook niet of de mol heeft alles. Ja. Als we allemaal onderling dingen op de grond gaan gooien en willen oppakken, dat is natuurlijk wel ernstig moeilijk voor... Dan moet je wel hele goede mols om dat te onthouden. Ja. Geef dan dat bordje maar weer terug. Ik heb alles opgeschreven, dus het komt goed. Wil jij je bordje terug? Ja, doe dat maar. Oké. Okay. Ik vind het te verdacht. Kijk eens. Hey, hij pakt hem op. Hey. Oh, hij pakt hem op hier. Hier. Komt ie. Dankjewel. Maar waarom zou jij hem op willen pakken? Ja, omdat hij hier lag. Hey. Ik geef het ook meteen weer netjes terug. Het is wel een beetje een molactie om hem op te pakken en dan in de hoop dat we het niet doorhebben. Hallo, iedereen zit toch te kijken daarnaar. Hey, hoe kom je nou aan die appel? Had je dat net al gezegd? Nee, die appel had ik Oké, dan had ik niet gezien. Dus voor mijn beeldvorming, wat heeft iedereen nu? Want ik heb een ladder. Ja? En een gouden blok. Wat even een rondje doen. Paul, wat heb jij? Ik heb een ladder en ik had een gouden blok, want die staat nu daar. Ik had een gouden blok in het begin, heb ik weggegooid. Ik heb een bordje, een appeltje en een steen. Oké. Yes. Colin? Ja, ik heb een gouden blok en een splashburn of fire resistance, dat was het. Ja, en natuurlijk mijn leggings, maar die had ik aan. Yes, okay. Ik heb vier items. Nou, dit brood. Ik heb die splash potion of fire resistance. Ik heb een golden blok. En ik heb een cooked steak. Die heb ik net gekregen. Oké, dus we hebben twee potions of fire resistance. Yes. Oh, lekker. Okay. Dat is wel leuk. Oh, dat is wel nice. Ik heb in ieder geval een brood, een ladder, een steak en een golden blok. Hoe lang duurt die voor jou trouwens, Joris, jouw fire resistance potion? Als even kijken. Bij 2.15. 2.15, ja. Ja. Mij ook. Ja, bijna 5 minuten. 4.5 minuten. Dat is gewoon Fire Resistance 1, zeg maar. Dat is niet 2 of zo. Ja. Nee, oké. Okay. Oké. Okay. Dus, goed. Jongens, volgens mij zijn de... Ik zie deuren. Hé, maar jongens. Ja. Zullen we even kijken wie een beetje verdenkt eigenlijk? Want ik heb wel een idee wie ik verdenk. Ik ook. Een stemronde. Precies. Laten we zeggen, ga rechts. Ik zeg zo, ga zo ver mogelijk van die persoon afstaan dat je denkt wie het is. En misschien hebben we gewoon even moeten zeggen wie... Wacht even, het is een beetje ingewikkeld. John,
Misschien dat handig is om te komen deur is een open. Is. Jongens, deur is een open. Wacht even. Laten we eerst even... John, wie denk jij dat de mol is? Deze doet het voor me. Oké, Paul, wie denk jij dat de mol is? Ik denk dat Joris de mol is. Joris, wie denk jij dat de mol is? Ik verdenk toch hem. Oké. Arjan, wie denk jij dat de mol is? Ik heb de twee, mag dat ook? Ja. Ik zit al tussen Joris en Paul in. Oké. Colin, wie denk jij? Jezus, ja. Paul gedraagt dus wel heel opvallend met zijn blok, dat hij ergens heeft neergezet. Ik denk dan toch Paul, ja, inderdaad. Ik gooi geen blok weg in ieder geval, zoals John doet. Je hebt hem neergezet. Dat ging per ongeluk. Ik neig ook tussen John en Paul, omdat John Paul. Blok gooit en dat blok voet is. En Paul langs mij stond. Ja, maar ik ga geen blok op de grond leggen. Al het spijt, maar je ligt maar lekker in de groep, jongen. We kunnen toch even naar het gat toe lopen. Dan kun je zien dat je daar niet uitkomt zonder een blok te plaatsen. Ja, dat heb ik ook wel. Waarom ging je het is wel zo, je had ook een ladder, toch? Ja, die heb ik. Dat een blok en een ladder kunnen plaatsen in je plaats van een blok. Ik wil ook een beetje samen. Aan de andere kant, een mol zou de ladder plaatsen, denk ik. Nou even heel ladders, als je twee goldblokken hebt. We hebben toch genoeg ladders? Tenzij je diamantenblok hebt, dan kun je van je goldblok af. Hoe weet je dat je genoeg ladders hebt? Ja, precies, hoe weet je dat? Dat weet je toch helemaal niet. Je kunt beter gewoon een ladder bewaren dan een gouden blok die iedereen al heeft. Of niet? Nou, jongens, ik weet het niet. Nou, laten we de gang maar ingaan en... Even kijken, welke neem ik? Ik neem deze. Nee, 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 neem ik de laatste. Hebben we allemaal gang? Kamer 2. Eén speler die komt hier in zijn eentje terecht. Hij heeft totale controle om de tweede deur open te doen. Daarna laat hij mensen toe die zelf ook deuren open kunnen gaan doen. Tenzij hij dit niet toelaat. Wie vertrouw jij het minst en laat je achter in deze kamer? Wee! Oeh, yes. Wow! Zimmer 2. Okay. Hey. Gesloten. Mijn deur staat open. Ah, Ilko. Gesloten. Hallo. Hey, Ilko. Vriend. Ilko, wat heb je nodig? Ik ga eerst even hier in die kist kijken wat erin zit. Ilko, ik heb een potion. Hey, er zit een zwaard in. En een... En een iron chestplate. Oh, lekker. Dat is nice. Wat heb je nodig, Ilko? Ik heb ladders nodig. Wie heeft er een ladder? Ik. Nee, heb ik niet. Arjan, jij hebt een ladder? Ik heb een ladder. Laat het zien. Oh ja, je hebt een ladder? Ja. Joris, heb jij een ladder? Ik heb geen ladder. Had ik al gezegd. Ik heb deze ook. 4 items. Ik heb wel een resistance potion. Oké. Ik ook. Die zou ik met je kunnen doen. Paul heeft een ladder. Ik heb een broek en een potion. Colin, je hebt alleen een... Broek en een potion. Broek en een potion. Oké. Ik heb een steak, een appel en een sign. Oké, maar dan hebben we dus maar 2 ladders. Alleen Arjan en ik hebben een ladder. Nee, ik heb ook een ladder. Paul ook, hè? En Paul. Ik wou net zeggen, we hadden 3 ladders. Waar is dan die derde? Die hebben we nou. We hebben 3 ladders. Ik heb een ladder. Waar is die 4 dan? Oké, dan ga ik in ieder geval Arjan erdoor laten en Paul. Oké. En dan wil ik graag jullie ladders hebben. Jij wil onze ladders? Laten. Oh. Ja, maar dat hadden we al afgesproken. Ja, maar wat gaan we dan doen met alles? Oké, jullie mogen ook hier plaatsen. Ik plaats hem hier. Oh. Daar, en dan die andere erboven. Dan kunnen wij in ieder geval omhoog. Niet ernaast. Maar stop, want nu moet er toch nog, iemand uit. Okay, er moet nog iemand uit. Hallo. Oké, ik heb een potion. En we hebben die potion nodig, hè? Hier bij Joris. Yes. En Colin, hallo. Zal ik hem open doen? Maar wacht even. Voordat we hem open doen, hebben we 2 potions nodig. Nee, zou maar net gebeuren dat de ene niet... Dit is een splash potion, we kunnen er allemaal plezier van hebben. Nee. Dus één is ook genoeg. Precies. Oh, ik heb een broek voor je, Oko. Ik ga je nu gewoon omkopen. Wil je een broek hebben? Kijk, uit ervaring weet ik van Minecraft dat het soms wel eens bugt dat niet allebei de potions... Of dat niet één potion iedereen covert. Kijk, ik vind dat een reden, Joris eruit. Oké. Okay. Waarom gooi Joris eruit? Ik snap... Wat doe je? Dat snap ik echt niet, dat je dat nou doet. Je hebt de meest... Nee. Maar dit is een molactie, dit. Dat vind ik wel heel raar. Dit is een molle actie. Hoe gooi je nou waarom haal je Joris er nou uit? Dit is wel een beetje verdacht. Dit is zo vaag. We staan hier met z'n drieën. Je had toch op z'n minst even kunnen overleggen, nog? Ja, ik ook. Ilko. Maar goed, fijn dat je mijn 2 mollen hier nu ook in deze kamer hebt zitten. Dit is... Oh, ik vind dit echt erg. Hé, maar wat gaan we nu doen? Ja, mij eruit laten, AUB. Colin of John? Wie is het drankje? Ik heb echt geen voorkeur, want mijn mollen staan hier. Colin heeft het drankje. Ja. Ik zie 3 mollen daar staan. Oké, okay, dan even, laten we inderdaad dan de theorie van Joris nemen dat drankje gaat bukken en dat we dat drankje nodig hebben. Yes. John, heb jij een goede reden waarom we je niet achter moeten laten? Ik heb een sign.
Ja, maar wat kun je daarmee? Ja, vrij weinig. Wie heeft er nog meer een sign? Niemand. Dan stel ik voor dat we John eruit laten, want dan hebben we één Splash Potion en een sign. En Splash Potion, ik weet niet of we die dubbel nodig hebben, maar sign, als we die nodig hebben, zijn we een beetje genaaid. Als we, dan... ja, we hebben niet voor niets een bord gekregen, denk ik. Ja. Ja, of juist, omdat het nodig is. Ik vraag me af, wat is de functie van een bord? Er is een reden waarom we het hebben. Er is een reden. Ik geloof dat het bijna een waardeloosheid is. Misschien moeten we iets met tekst doen, misschien moeten we iets met water doen. Precies. Misschien, wat zijn er nog meer voor opties? Ik stel voor om John eruit te laten. Wie is er nog meer voor John? Daar ben ik het dan ook voor, ja. Ik heb geen mening. Ik vind... Nou, meestal zijn hetzelfde. Potion. Dan zijn we met z'n drieën? Ja. Oké. Okay. Ja. Sorry, Colin. Sorry. Ik dacht dat jullie mijn vrienden waren, jezus. Kun je je spullen overgeven, of niet? Ja, zoek het uit, denk ik. Zo. Ja. Nou, ja. Laat mij het eruit, krijg je ook niet meer spullen. Je hebt gelijk. We kunnen eruit. Oké. Okay. Ja. Kom maar op, jongens. Beetje jammer dit. Ik heb alleen geen items meer, dat is jammer. Kamer 3. Vuur en water. Je hebt een sign nodig om door de waterkamer te gaan en een fire potion om door de vuurkamer te komen. Eenmaal aan het einde van beide gangen heb je elkaar weer nodig om tegelijk een deur open te doen. Wie was eerlijk over de potions en de sign? En help je je medespelers uiteindelijk verder? En? Switches. Okay. We hebben switches, een waterkamer en een vuurkamer. En allemaal rare blokken. En zes schakelaars. Oké, okay, hoe groot is die afstand ongeveer? Van hier naar het einde? Er zit hier aan het einde van de waterkamer zit in ieder geval iets. Oh jongens, ik weet het. Hier heb je zo'n bordje voor nodig. Hoe? Ja, voor het water heb je inderdaad een bordje nodig. Ik ben blij dat we jou hebben gekozen dan. Mooi. Goeie keuze. Voor de vuurkamer hebben we dus de potion nodig. John, dan stel ik voor dat je een heel stuk die kant op zwemt en in het midden dat bordje ergens neerzet. Ja. Oké, gaan we dan. Tegen de muren, hè? Niet op het plafond. Als je hem op de grond zet dan, wat gebeurt er dan? Dan blokkeert hij ook toch, of niet? Ja, maar dan staat er een bordje op de grond. Oh ja, maar dan staat hij op hoofdhoogte. Wat zijn deze dingen eigenlijk? Deze levers? Ik weet niet. Zullen we ze allemaal omhoog doen? Oh, ik hoorde iets. Is er misschien een deur of zo daarachter? Gaat die dan open? Gebeurt er iets? Ik zie daarachter niks gebeuren. Okay. Leef je nog? Ik hoor hier wel pistons. Ik leef nog. Ik red het. Oké. John, kan jij richting het einde gaan en kijken wat daar zit? Twee switches en aan de andere kant ook twee switches en glas. Oké. Okay. Zullen we gewoon gaan kijken aan de andere kant wat er zit? Ja, even kijken jongens. Tenminste. Gaat er iets switches van een deur open trouwens? Ja, die switches hebben een andere kleur. Oké, welke kleur hebben die switches? Ik heb een groene, ik heb een gele. En aan de overkant staat een rode en een groene. Die gele die heeft waarschijnlijk te maken met die gele deur en die rode met die rode deur. Hoe je wat die groene doet, ik heb geen idee. Ik kom gewoon even kijken. Gaan we z'n allen even kijken? Gaan we met z'n allen de waterkamer inhalen? Ik ga er ook in. Ik ga gewoon kijken. Oh, dat vind ik wel benauwd. Oh. Benauwd gedoe dit. Het gaat weer natuurlijk gewoon weer terug, dat is mooi. Zo. Ik zie een probleem, jongens. Vertel dan. We hebben een potion nodig voor aan de overkant. Kun je de adem halen? Ja. In de verte? Oh, hier, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, hier allemaal vlammen nog steeds. Ja, en aan de overkant zit die switch voor die deur hier. Hé, maar Joris. Waf, ja, mag ik eerst eens even kijken wat er aan de hand is? Je had zo'n potion, toch, of niet? Dus we moeten toch door het vuur om hem open te doen. Kom maar op. I knew it. Oké, ik moet even door het vuur. Ik sta hier al. Degene die één persoon moet daar doorheen, hè? Yes, ik ga het doen. Wil ik dat doen? Ja, ik heb een potion. Ik zou ook een appel of een steek meenemen. Ik ga mee door het vuur. Joris, zullen wij naar over gaan? Ja, wie wil mee? Ik wil wel mee. Oké, gezellig. Ik eet trouwens nou mijn brood op, want ik heb vier hunger ben ik kwijt. Dus even dat ik het zeg nou ook 4,5 stel zo. Dus jullie weten niet dat ik in één keer iets kwijt ben of zo. Yes, allemaal in mij staan. Heb je nog meer eten of niet? Wat is dat het? Ik had nog een steak. Oké, okay, ik sta hier. Ik heb 1 minuut 50. Ik heb 1 minuut 45. Oké. Als je springt en rent tegelijkertijd als een bug in Minecraft, ga je sneller door het vuur heen. Oh. Wow. Oh. Kijk eens aan. Oké, we doen dus. Willen jullie voor ons de gele overhalen, zodat de gele open gaat? Ja, mag. Dan gaan jullie de rode halen. Ja, tuurlijk. Halen wij de rode. Maak hem maar open. Yes. En wat doet die groene eigenlijk? Cool. Oké, wacht even. Oh, stop even. Jongens, dat is voor die. Hè?
Hoe kan dat nou? Groene. Nou moeten allebei de groene overgehaald worden. Ja. Nu moet de groene overgehaald worden? Ja. En dan? Allebei de groene, zodat deze open gaat waarschijnlijk. Oké, okay, maak maar open. Nou, doe eens. Ik heb de ding overgehaald. In de waterkamer. En wie gaat hem overhalen in die andere dan? Ja, maar dat kan gewoon, want die deur gaat niet dicht, hè? Oh, oké. Okay. Yes, is zeker? Ja, hij is open. Oh, ik heb hem gedaan, mooi zo. Kamer 4. In kamer 4 is er mogelijkheid dat de speler die achtergelaten is in kamer 2 terugkomt. Dit staat echter niet vast. Ook is er de mogelijkheid dat iedereen opnieuw een kist krijgt in deze kamer. Soms moet je 5 minuten wachten. En soms moet er iemand sterven om verder te gaan naar de volgende kamer. Jongens, okay, wat een nieuws. Kisten, even kijken. Yes. Yo, ik had 3. Hey, wil je eigen nummer openmaken? Je eigen nummer. Ik had 3. Ik heb 5. Hallo, konden jullie mij gewoon laten zitten daar? Ja, sorry. Waarom is mijn zwaard leeg? We hadden een bordje nodig. Dat had je net niet, hè? Nee, die heb ik net gekregen. Ja, Colin, mijn excuses, maar we hadden een bordje nodig. Ja, het is goed met jullie. Zoek het maar uit. Mijn kist is leeg, dus jullie hebben nog steeds een examen. Maar goed. Ik heb ook een lege kist. Ah, oké. Okay. Kijk, we zijn nou blij dat we het bordje hebben gekozen. Want anders hadden we die vorige kamer niet eens kunnen redden. Ja, u zoekt het maar uit, hè, meneer Joris. Oké, okay, welke spullen? Want we hebben nu even gewoon voor ons. We hadden een splash potion, dat was tegen het vuur. We hadden een bordje, dat was tegen het water. Dus zijn er nu eigenlijk nog dingen. De ladders hebben we gebruikt. Zijn er nog dingen die we kunnen hebben die van belang zijn voor iemand anders? Nee, is iemand zeg maar nu nog belangrijk in deze groep? Ja, alleen Colin die nog een fire resistance potion heeft. Ik weet niet of die nog in de toekomst gebruikt moet worden. Maar... Oh, ja. Nou jongens, weet je wat? Ik mats jullie deze keer en ik zal hem in gezamenlijk gezelschap gebruiken, maar dat is ook de laatste kans die jullie krijgen. Want als jullie me nog een dag verlaten, dan is het afgelopen hoor. Hij moet dood. Gooi hem neer dan. Dat is wel een beetje gek. Maar, hebben we hem nu nodig? Hebben we hem nu nodig? Nu hebben we het toch niet nodig? Dat is een beetje maar dit was toch, dat zijn toch de spelregels? Ik bedoel, je kunt heel boos zijn met iedereen, maar dat is toch ook een beetje de spelregels? Ja, daar heb je ook weer gelijk in, maar... Jongens, we hebben één probleem. Ja? Jongens. Hij zit de hele tijd tegen te stribbelen en nou is de kans dat hij kan overleven, nou doet hij opeens weer aardig. Ja, dat is inderdaad waar. Hmm. Net zat hij van, oh ja, weg met jullie en dat soort dingen. Ja. Misschien moeten onze verdenkingen nog een keer doorlopen. Dat is wel heel leuk. Vind ik een hele goeie. Oké, okay. Arjan. Moet ik beginnen? Ja. Ik ben wel een beetje bang voor jouw zwaard. Zou ik mijn zwaard er dan ook maar even bij pakken? Ja, en ik... Ik denk dat... ik zat tussen jullie twee en dat zit ik nog steeds. Ik vind dat je moet altijd bij je eerste mol blijven. Maar Joris, die staat nu bij mij bovenaan. Joris staat bovenaan? Ja, Joris? Ik zal niet zeggen waarom, maar hij heeft wel wat, wat signalen gekregen. Voor mij is het en geen... wat zijn die signalen? Ja, de signalen hou ik liever voor mezelf. Dat begrijp je waarschijnlijk ook wel. Nee, maar heb je één hint? Overtuigd. Eén hint? Ja. Nee. Nee, logisch. Nee, ik heb niet een hint voor je, nee. Logisch. Jongens, ik heb honger. Ik eet even een appeltje. Met de klok mee, Paul? Ja, nou, ik ben geswitcht van Joris naar Colin. Ik ook. Oh. En, geen goede zaak. Ik vind het sowieso vind ik het heel raar dat hij opeens weer terug is. En daarnaast dat drankje wat hij heeft. Ja. Misschien hebben we dat nog nodig zometeen. En ja. Precies, ja, dus... Ik ben aan het twijfelen. Wat wil je nou bereiken dan? Maar wat stel je dan voor? Wat ik voorstel, is zometeen zeg maar degene die de meeste verdenkingen op zich heeft, dat we die ritueel gaan slachten. Oh, dat is leuk. Dan is het dus één voor Joris en één voor Colin. Oh. Ja. Dat vind ik leuk. Nu ja. Uh-oh. Nou Joris, laten wij naast elkaar gaan staan en een scorebord vormen. Nee, maar Joris. Ja. Oké, okay, nou, ik ben eerlijk gezegd, inderdaad... Ik ben geswitcht van jou naar Colin. Oké. Okay. Oh. Omdat ik het ook gewoon... Ik vind het heel raar. Waarom moet hij terugkomen? Hij had ook gewoon achter kunnen blijven. Waarom halen ze hem terug? Dat is toch iets... Dat heeft iets te maken. Hij moet dus iets meer voor ons betekenen dan dat. Hij moet een meerwaarde hebben nu. Yes. Het kan ook een tactische stem zijn van mijn mol, hè? Want hoe meer stemmen... Er zit nu 1 op Joris, 1 op Colin. Mm-hmm. Dus voor Joris is het slim om zijn stem op... Colin uit te brengen. Dit is gewoon een tactische stem.
Ik ben wel teruggehaald net, maar ik heb nog steeds die potion, hè. Dus misschien hebben we die nog nodig dat ik daarom ben teruggehaald. Ik weet het niet, maar... Ja, of juist niet om ons gewoon helemaal te misleiden. Je weet het nooit. Ja, ik blijf nog steeds. Hij zat net de hele tijd te zeuren van... Ja, jullie moeten weg en dood. Ik vertrouw jullie niet meer. En nou doet hij opeens aardig. Ik vind dat nog zelf verdacht. Ja. Ik? Zeg ik dat? Ja. Ja, toen jullie me hadden achtergelaten, ja, omdat ik niets had misdaan. Daarom was ik een beetje pist. Net ook nog. Heel even, ja. Maar dat was eventjes om mijn boosheid te uiten. Ik ben nu weer in een vorm van rust en vrede. Dus er is niets aan de hand. Ik geloof daar niks van, man. Maar Colin. Nee. Ja? Wie is jouw mol op dit moment? Ja, nou, ik verdenk Paul toch wel. En dat is niet omdat hij mij verdenkt, maar puur omdat hij... Ja, hij gebruikt heel veel... scheve tegenargumenten naar mij toe, vind ik eigenlijk. Hoezo? Wat is een scheef tegenargument? Nou, ik hou Paul en John door de war. Jij zegt net dat ik net boos ben, maar dat sloeg nergens op. Ik deed helemaal niet boos. Nee. Je wou niks meer geven ook aan ons. Ik vertrouw jou niet. Ja, omdat jullie... Ik probeer nu even bij te houden wie je nu stemt, Colin. Oké, ik maak mijn statement nu. John, omdat hij John, komt zomaar... Okay. Zo! Smaakt even een punt. Degene die op de zere wond komt, hè? Wat? Nee, maar... Zet een op je zere wondje en dan ga je meteen naar John. Ja. Nee, maar omdat je dat... Ik vind het gewoon vreemd. Ik vind het niet echt een legit argument om te zeggen... Ja, dan ben je helemaal boos en nu kom je terug en ben je weer helemaal onze vriend. Vind ik niet echt een legitiem argument, to be honest. Ik vind het wel een legitiem argument, want het is gewoon van... Ik save mijn aars. Precies. Ja, dat... Ja. Nou, okay, ik vind het niet. Oké. Hey, Ilko, het is wel grappig. Als jij nu zeg maar voor... Even kijken, hoeveel tellen we nu? Colin heeft er 2. Ja. Paul 1, Joris 1. Als jij Paul of Joris kiest, is er een... Arjan John heeft 1. Moeten we degene doodmaken of moeten we 1 iemand doodmaken? Ja, minimaal 1 iemand. Minstens 1 iemand. Volgens mij was het... De deur gaat pas open na 6 minuten als er 1 iemand dood is. Oké. Oh. Minimaal. Mijn stem. Heb je nog mij gehouden wie je stem heeft? Ik heb nog niet gestemd. Jij. Ja. Ja, precies. Daarom ook. Met decimeer. Ja, ik zit eigenlijk een beetje te twijfelen, omdat. Ja. Ik denk, Colin, ik denk dat je net achtergelaten bent, inderdaad, omdat je inderdaad dat met een item niet bij had wat we nodig hadden. Excuses daarvoor. Ja, nee, oké. Ik aanvaard excuses. Oké, dankjewel. En ik heb wel een klein beetje wat beter kunnen bestuderen wat de rest net iedere keer deed. En het viel mij op dat Arjan iedere keer achterbleef. Dat hij zeg maar ook net bij de waterkamer, dat hij eerst gewoon rustig de rest gaat laten kijken wat de rest doet. Ga maar bij die hendel kijken, et cetera. En dat hij nou pas, eigenlijk inderdaad, en dat hij dan pas ook als hij zeker weet dat het veilig is, dat hij dan zelf gaat. Dus dat vind ik wel echt een molactie. Daar kan ik me inderdaad ook wel in vinden, om het eerlijk te zijn. Ik was uiteindelijk toen iedereen daar aan de voorkant stond. Maar ja, op zich, Arjan probeert wel dat alles te regelen. Ja. Misschien stuurt hij ons wel de hele verkeerde kant op, als ik het zo bekijk. Ja. Ik was uiteindelijk wel degene die in de vuurkamer de hendel overhaalde voor de uiteindelijke deur. Dat is waar. Ja, dat heb je ook weer gelijk in mij, jongens. Ja. Misschien zelf opgesloten te zitten daar, want ik wist niet of die deur dicht zou gaan. Als ik de hendel opmaalde. Even Colin, en sowieso, jij hebt mij toen je armor gegeven, dus ik vind het netjes om jou nou een zwaard te geven. Dankjewel, dat... Hey! Oké. Arjan, wegwezen. Nou, ik vind dat een dood mogen maken. Nou. Jongens, jij hebt een zwaard, Joris. Ik heb hem opgepakt, flauw. Ja? Geef hem terug. Komt Joris. Colin, voor jou. Dankjewel. Dat apprecieer je. Even... Joris en Colin. Ja? Ja. Ik begrijp dat inderdaad de meeste verdenkingen op jullie zitten. Maar ik denk inderdaad dat geen van jullie het is. Ik denk dat Arjan het is. Oké. Okay, nou. Dat is wel een hele vreemde zet, Ilko. Ik ben hier niet mee eens. Maar jullie allemaal maar zwaartjes hebben, kan ik niet anders meegaan. Ja, ik bedoel, ik geef net mijn zwaard toch weer weg ook. Maar ik heb nog steeds maar 1 stem, dus dat scheelt weer, hè? Nee, maar luister, als ik zo nadenk, Arjan probeert net alles goed te regelen en zeg maar het vaderfiguur eigenlijk te zijn. En hij geeft dat net... Is dat stem? Nee. Maar dat, jij geeft mij net dat zwaard zomaar, maar omdat je die oppakt. Ja, dat weet ik, maar je rende er wel heen blijkbaar, anders had je hem niet. En dan geef je hem terug om misschien toch die molrol van je af te schuiven. Dat werkt toch wel
Nou, ik op in mijn moment bij deze. Stem naar Arjan. Oh, fijn. Serieus? Ja. Nee, dit soort dingen. Ja. Nee, maar het is, ik vind het super helder dit. Maar nog even, hoeveel mensen moeten. Even kijken, hoeveel mensen stellen nu? Waarom kruip jij steeds naar achteren? Dat is ook raar. Wie gaat ook steeds naar achteren? Op Arjan, spring even. Ja, wie staat op Arjan? Ik denk dat die Mifi man met zware staan. Oké. Okay. En nu gaan jullie mij slaan of zo? Ja, nou, let's go. Hey! Diamant ik zag een diamond block inderdaad. Oh! Holy smoke! Ik zie inderdaad een diamond block. Wacht, waar is hij? Hier. Wie heeft hem opgepakt? Ik heb hem niet. Ik heb hem. Hier. Ik heb hem. Hmm. Wacht, en ik zal hem hier neerzetten. Oh, hij is gelijk weer weg. Je hebt hem nog in je hand, bij mij. Ja. Oh. Huh? Jij hebt ook een diamond block. Ik heb hem gepakt. Oh, hey, bij mij staat dat jullie allebei een diamond block in jullie handen hebben. Ik heb hem gepakt. Oh, nou staat hij lekker hier. Dan heeft hij dus gelogen vanaf het begin. Iemand heeft hem dus al gekregen vanaf het begin. Hey. Ik heb die van mij net hier neergezet. Dus oh, Arjan dropt dit nog. Arjan dropt nog Golden Apple Enchanted. Oh, dus maar die had hij ook. Ik heb ook een glass bottle gepakt. Jongens, John. De deur is open. Waarom... Wacht even. Waarom, John, waarom heb jij je blok nog niet neergezet? Kom terug. Ik vertrouw dat niet. Waarom heb jij je blok nog niet neergezet? Zeg jij het blok even... Zet je daar een blok neer. Jongens? Ja? Is het een heel erg raar idee dat we misschien de verkeerde hebben doodgemaakt? Hey, we mochten het meer dan één doden. Ja, en hij heeft nog steeds, hij houdt het diablok terwijl Ilko... Hij houdt hem wel, hij zet hem niet neer. Ik bedoel, mijn dus eerste Ilko, reactie... Als Ilko de mol zou zijn, kan hij niet meer winnen omdat hij zijn blok heeft weggezet. Ja, klopt. Dus je zet nou het blok neer. Zullen we springen als je denkt dat we John moeten hij hebben? Hij zet nou gewoon het blok neer. Spring als je... Ja, jongens, dit duurt te lang. Ik geloof hem niet meer. Oké, nee. Nou, dan pakken we hem. Kom. Hatsenblad. Oh. Hij heeft nog een potion, hè? Hij heeft ook een potion of fire resistance. Hij heeft ook gewoon een potion of fire resistance. En dat had hij niet eens gezegd? Nee. Nah. Wat? Oh, wacht even. Wie heeft nou de diamond block? Ik heb hem niet. Ja, ik heb hem. Geen diamond block. Ik zag hem. Alleen maar neer. Daar ligt hij nou. Neer. Nou, hij heeft... Paul. Zet maar neer, Paul. Zet maar neer. Daarbovenop. Paul? 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 Ja? Zet je neer? Ik heb mijn blok neer. Daar bovenop. Nou weer niet. Oh, ik zag een boek. Oh, hij heeft er nog één! Houd ze vlak. Ik zag een boek, wat stond er in het boek? Ik heb het boek niet. Drie keer raden wat op het boek staat, jongens. Niet het boek. Ik zal kijken wat er in het boek staat. Ik heb het boek en er staat in... Nee, jij hebt helemaal niet het boek. Ik heb een boek. Ik heb het boek. Jongens heeft... Ik pakte hem net op hier. Ik heb hier, kijk hier in mijn hand, ik heb hem vast! What the fuck? Wat? Ik pakte hem... Jij bent gewoon de mol. Hij was de mol sowieso. Oké. Hier. Pak jij de dia's waard? Oké, let's win this thing. Hier, heb je ook nog een steek? En dan... Ik deze op. Ja. What the fuck, man? Joris was ook een mol. Even, hij dropte trouwens een diamond block, dus die ga ik hier neerzetten. Je hebt er nog een in je hand, Ilka. Serieus? Ja. Dat kan aan mij één ding betekenen. Oh, bitch! Oh yeah! Oké, en nou hier. Wacht, ik... Oh, wow! Wacht even. Oké, ik ga eerst even een hapje eten. Eens even kijken. Oh, dammit, hoe ga ik hier langskomen? Misschien nog heel vlug rennen. Hier via de zijkant. Ik heb een zwaard, er zitten aan het einde zitten daar. Er zitten daar van die dingen, van die kopwebs. Maar die mag ik niet weghalen. Oké. Heb ik nog andere armor? Ik heb nog andere armor, misschien dat ik dan makkelijk overleef. Sterkste armor aan, dat is deze. Only one way out. Let's try. Ja, heel voorzichtig tot erheen. En, gaat dit het potje worden dat de mol wint? Nou moet ik hem hier neerzetten als ik het goed heb. Tada! Ik had mijn boek expres al in de kist gedaan, zodat ik niet kon droppen. Wat? Oh, tuurlijk! Ja, die heb ik ook gewoon laten liggen. Daar heb ik ook nog over na zitten denken, maar ik denk ik doe het maar niet. Ik weet niet waarom ik dat dacht. En had ook allemaal dezelfde inhoud, die kist? Had iedereen bordjes en boeken en ladders? Nee. Ik had een fire potion. Ik had Oh, dat was...
Wat een mindfuck. Ik pak op een gegeven moment het diablok van John op. En die moest ik daarna weer terugplaatsen op de grond. Alleen toen kon ik dus niet zo snel switchen van mijn eigen diablok weg. Ja. Ik had inderdaad met twee diablokken bij elkaar. Ik had een invisibility potion, die wou ik dus nemen toen jullie begonnen te slaan. Maar ja, het maakt niet uit, dat als ik hem had gebruikt, als ik hem had gebruikt, dan was ik ook verdacht geweest. Ja, dat weet je, ja. Dan had je wel de camera uit kunnen vluchten ofzo. Ja, dat wil ik geen. Arjan, ja, die stond vervent dicht bij me. Arjan, je kwam wel het meest geloofwaardig uit. Jullie hadden mij ook gewoon achtergelaten, hè? Echt. Ja. Ja, ik was zo blij dat ik een bordje had. Ik was zo blij.